Ik ben Van Gestel Karel en ik heb gestudeerd aan de Universiteit van Gent, waar ik biologie heb gestudeerd. En daarna heb ik een doctoraat uitgevoerd in de ecologie en populatiegenetica van de huismus. En tijdens mijn doctoraat werd het al heel snel duidelijk dat eigenlijk een goede kennis van biostatistiek echt een meerwaarde was in mijn onderzoek. En daarom heb ik geopteerd om nog een extra opleiding, een master in biostatistiek en bioinformatica te volgen. Ik ben werkzaam aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, waar ik fundamenteel evolutionair onderzoek uitvoer naar adaptieve radiaties en waarbij ik een keversoort als modelorganisme gebruik en de Galapagos als een modelsysteem. Nu, om tal van evolutionaire vragen te beantwoorden, maak ik eigenlijk continu gebruik van wiskundige algoritmes of wiskundige technieken. Ik denk maar bijvoorbeeld aan een van de eerste vragen die wij ons stellen is: staan bepaalde keverpopulaties op verschillende eilanden nog met elkaar in verbinding? Lijken bepaalde keverpopulaties al dan niet sterk of minder sterk op elkaar? En om die vragen, die biologische vragen, te beantwoorden, maken we eigenlijk vrij vaak gebruik van vrij simpele wiskundige technieken zoals matrixalgebra. De oplossing op onze biologische evolutionaire vragen zit eigenlijk vervat in een genetische dataset. En die genetische dataset kan eigenlijk opgevat worden als een grote matrix met duizenden, tienduizenden kolommen die elk het genetisch profiel van een kever bevatten. Nu, de complexiteit van die matrix is iets te groot om rechtstreeks een antwoord te bieden op onze vragen, maar wat we wel kunnen doen is via eenvoudige matrixalgebra de complexiteit van die matrix dusdanig reduceren tot een vrij eenvoudig te interpreteren tweedimensionale figuur waarbij individuen die sterk genetisch op elkaar gelijken dicht bij elkaar geplot worden en terwijl individuen die genetisch sterk van elkaar verschillen zeer ver van elkaar verwijderd worden. Dus via eenvoudige matrixalgebra kunnen wij iets complex, zeer simpel voorstellen dat we dan nadien ook biologisch kunnen interpreteren. En als dusdanig biedt matrixalgebra een oplossing voor onze vragen. Zijn bepaalde populaties nauw met elkaar verwant? Lijken bepaalde populaties sterker genetisch gezien op elkaar? Zijn bepaalde populaties nog in verbinding, al dan niet met elkaar?